We zijn hier bij het Gezondheidsplein Haren, nieuwe stationsweg, mooie centrale locatie in Haren. Veel oud groen, goed bereikbaar en recht tegenover het station. Het initiatief voor dit gebouw is genomen in 2018 voor dit Gezondheidsplein. En het Fonds Nieuw Doen heeft daar als belangrijke co-financier opgetreden die het mogelijk heeft gemaakt om de maatschappelijke relevante functie die het heeft te kunnen verwezenlijken hier. En ook een grote bijdrage te leveren aan de sterke verduurzaming van het pand. Ja, we hadden hier te maken met een bestaand leegstaand gebouw. Dus we hebben het gebouw gestript, de gevel helemaal ingepakt met isolatie en voorzien van steenstrips. We hebben een verdieping erbovenop gezet, waardoor we ook een volledig nieuw dak hebben gemaakt, vloeren geïsoleerd en duurzame installaties toegepast. We zijn volledig van het gas af, veel zonnepanelen en we zitten op een label A++. Gezondheidsplein Haren is een heel mooi initiatief omdat eigenlijk alle elementen van zorg, leefbaarheid en ook verduurzaming allemaal in dit ene initiatief zitten. Dat vinden wij eigenlijk wel de mooiste aanvragen. En dat is ook uniek voor de provincie Groningen, dat in deze provincie al die drie elementen in drie fondsen in het Fonds Nieuw Doen zitten, waardoor je een brede initiatieven krijgt, waardoor de kans van slagen groter is dat het ook echt een succes wordt. Fonds Nieuw Doen is een initiatief van de provincie Groningen om allerlei initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energietransitie net dat duwtje extra te geven door leningen te verstrekken. We zijn begonnen met 25 miljoen in het fonds, maar inmiddels is het een groot succes, want vooral het laatste jaar is het heel hard gegaan en we zitten nu boven de 54 miljoen aan verstrekte leningen. Dat gaat toch om een kleine 370 leningen. Dus je ziet dat het steeds beter aanslaat en dat het echt voldoet en voorziet in de behoeften. Het is belangrijk dat het Fonds Nieuw Doen bedrijven en ondernemers helpt, omdat bedrijven en ondernemingen die een initiatief willen ontplooien, juist vaak nog iets extra's willen toevoegen. En dat is met name op het gebied van duurzame energie. En vaak is dat juist het deel wat ondernemers en bedrijven missen in hun financiering. En dat kunnen ze halen uit het fonds. Nou, deze regeling past heel goed bij de provinciale doelstellingen, omdat wij het belangrijk vinden dat in het kader van de brede welvaart mensen ook in hun omgeving iets hebben wat hun leven doet verbeteren. Dus als het gaat om bijvoorbeeld zorginstellingen en instellingen die op een andere manier een bijdrage leveren aan het maatschappelijke plus oplevert voor de omgeving, maar ook de duurzaamheidsdoelstellingen.